heel veel van die zinnen, zoals je moet gewoon veel rijden, je lekker veel rijden en je leert het pas als je klaar bent en het is gewoon een gevoel van vrijheid. Al die dingen zijn waar op het moment dat je angst weg is. Deze keer gaan we in gesprek met Tietje Hogendoorn. We beginnen meestal met de voorhand liggende vraag. Wanneer werd je voor het laatst gek van jezelf? Vandaag. Ik ben aan het inpakken, want ik ga op vakantie. Morgenochtend op 6:00. En ik zit gewoon de hele tijd, ja... Oh, ik moet nog... Vergeet ik wel niks? Heb ik mijn huis wel klaar voor de persoon die op mijn katten gaat passen? Kat gaat passen. En dat ik dan op een gegeven moment denk... Oh, kan er niks meer bij hebben. Alles gaat verkeerd. Heb ik wel parkeren gericht, alles. Maar dan denk ik, eigenlijk valt het heel erg mee wat ik moet doen. Alleen het voelt gewoon een beetje overweldigend. Dus toen zat ik net in de auto en toen dacht ik... Ja, eigenlijk valt het heel erg mee. Het voelt gewoon alleen als een soort overweldiging. Ja, dus meestal als je uitzoomt, dan denk je ineens van... waar maak ik me eigenlijk druk om? Of wat is eigenlijk nu waarom ik zo gestrest raak? En als je uitzoomt, dan denk je van... nou ja, goed, het is al gedaan of... Nee, bij mij was het meer zo dat als ik inzoom... want dat als ik uitzoom, dan voelt het heel alsof alles een beetje door elkaar heen vliegt. Terwijl toen ik vanochtend koffie aan het drinken was... ik dacht gisteravond gewoon, ga ik dit allemaal wel redden? Maar vanochtend dacht ik, ja, ik heb eigenlijk alles onder controle. Yeah. Toen ik gewoon de dag begonnen was. Dus als je daar thuis komt, dan heb je stress of dan valt het wel mee? Ja, ik kan dat gewoon tijdtechnisch gezien. Vind ik lastig om in te schatten, maar ik denk dat het wel meevalt. Okay, ik denk dat het goed komt, ja. En gaan jullie dan ook vertellen wanneer jullie gek van jezelf werden? Of ben ik hier gewoon... Nou ja, eigenlijk doen we dat meestal niet, maar misschien kunnen we het wel doen. Nou, ik zit even na te denken en dan denk ik van... ik ben het wel van de week geweest, maar waarom weet ik eigenlijk niet meer? Weet jij nog waarom ik werd van de week gek? Ik weet wel waarom ik gek werd. Ik heb gewoon te veel hooi op mijn vork genomen de afgelopen tijd. Ja. En dan neem je toch nog een opdracht aan en dan denk je achteraf... waarom heb ik dit gedaan? Ja. Dan word ik wel gek van mezelf, want dan denk ik van... ik heb al vaker gezegd, ook tegen haar, van... als ik nou een opdracht aanneem, zeg even tegen me dat ik dat niet moet doen. Heb ik niet gedaan, hè? Nee, maar ik heb het al aangenomen voordat jij het volgens mij überhaupt iets kon zeggen. Dus toen dacht ik wel van ja, volgend jaar ga ik het anders doen. En wat ga je anders doen? Ga je dan wel voortaan aan Kilene vragen? Oh, dat is een goeie. Iets langer denken. Ik denk iets langer nadenken, ja. En een briefing vragen. Ja. Want ik zei al ja tegen iets wat ik niet zeker wist. Of ik... Ja, zo van, vertel me eerst even de details. Wat houdt het in? Hoe lang heb ik ervoor? Nou, ze hadden het wel verteld, maar toen kreeg ik de briefing... en toen bleek het toch even iets anders als dat het voorgesteld... Weet je, wat wordt altijd iets mooier voorgesteld dan dat het is... Je wilt gewoon even op de mail hebben. Ja, even gewoon goed. Even nog een keertje nadenken. Ga ik dit doen? En ook volgende keer misschien een kansberekening doen van... Je weet altijd dat het iets minder leuk is als dat het wordt voorgeschoteld. Dus probeer het te kijken om het voor jezelf wel iets te verminderen. En als je het dan nog steeds leuk vindt, doe het dan wel of niet. Ja, dat. Goed idee. Ja, ik heb ondertussen even nagedacht. Ja. Ja, gisteren eigenlijk. Toen ik aan het schoonmaken was, toen dacht ik... Toen was ik weer heel chaotisch en toen kon ik even overzicht niet krijgen in mijn huis. Ik moet van alles nog gebeuren. En toen dacht ik, waarom kan ik het nou weer zo lang aan zo oplopen? En uiteindelijk heb ik het allemaal in kleine taakjes verdeeld en ben ik het rustig gaan doen. Het werkt weer rustig. Het is ook zo, elke keer als een taakje af is, voelt het natuurlijk ook als een kleine opluchting. Ja, van nou, dus die kamer gedaan, de volgende. In deze podcast gaan we het hebben over het onderwerp rijangst. Ruim 18 miljoen mensen in Nederland en België hebben een rijbewijs. Daarvan heeft volgens de laatste onderzoeken tot 10% last van rijangst. En laat ik beginnen met een korte introductie van onze gast van vandaag. Haar naam is Tietje Hogendoorn. Ze heeft 2 boeken geschreven, waaronder het boek met de titel Hoe ik van mijn rijangst afkwam. Want Tietje heeft zelf ook last van rijangst. Deze heeft ze overwonnen voor het oog van duizenden Instagram-volgers. Het boek staat vol handige en praktische tips hoe je rijangst kan overwinnen. We gaan het hierover hebben en praten over onze eigen ervaringen. Wij gaan natuurlijk weer de stellingen doornemen, zoals elke week of elke 2 weken. Op @vetgezellig kan je meedoen met de polls. Daar plaatsen we dan de stories en dan kan je stemmen of je het eens bent of oneens met de stelling. Laten we beginnen met stelling 1. Ja, stelling 1. Rijangst kun je niet overwinnen, wel verminderen. Ik herinner me opeens dat ik ook mee heb gestemd. Je hebt ook mee gestemd. Ja. Dus een beetje je antwoorden nog? Ja, want ik geloof dat ik hier op had gezegd van dat klopt inderdaad. Ik voel wel echt alsof ik over mijn rijangst heen ben. Zeg maar echt. Alleen dat houdt voor mij vooral in dat ik niet meer voordat ik ga rijden. Dus het is niet meer zo dat ik in mijn huis ben. Bijvoorbeeld ik ben hier naartoe gereden. En dan denk ik niet meer, oh nee, ik moet zo rijden. Okay. En als ik in de auto zit, dan... heb ik nog wel soort van bepaalde angstgedachtes, maar geen angstgevoelens. Dus ik kan wel denken,
oh, ik hoop maar, het is maar net goed gegaan, of ik hoop maar niet dat er dit of dat gebeurt. Maar het gevoel wat daarbij zit, dat wat ik had daarbij, dat de paniekerige gevoelens, die heb ik niet meer. En omdat ik die paniekerige gevoelens niet meer heb, is het gewoon, ja, voelt het niet meer echt als rijangst. Omdat het dus gewoon, het komt op en het gaat weer weg. Ah, op die manier. En omdat het opkomt en het weer weggaat en het gevoel eraf is, heb ik ook van tevoren niet meer last van die angsten. Ik denk wel, er is nog wel een mate van rijangst. Ik denk er meer over na, denk ik, dan andere mensen. Maar inderdaad, ik denk wel dat ik er wel vanaf ben. Dus ik vond het een lastige stelling. Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Ja. Voor mij, als ik het even betrek op angst aan zich, is het soms sowieso wel lastig om in te zien of je ergens overheen bent of niet. Want vaak pas een situatie kan je het soort van voelen of dat ook echt zo is. Maar ik merk ook bijvoorbeeld, ik ben er angstig voor meer dingen dan alleen autorijden. Pas op het moment dat je ermee bezig gaat in je hoofd, wat jij ook zegt, heb je het idee van, oh ja, oh, er is dus nog wel angst. Want anders zou ik gewoon instappen of de dingen doen die ik anders eng vind, zonder dat ik daar überhaupt bij na ga denken. Maar die gedachten zijn best wel normaal, toch? Dat las ik ook in jouw boek. Dat de meeste mensen wel van dat soort gedachten hebben. Ja, maar... Want ik interview psycholoog Sabine Klaver. En zij zegt ook dat het heel normaal is om dat soort gedachten zoals, wat als ik voor de trein spring of zo? Dat soort gedachten. Of wat nou als ik mijn stuur naar rechts doe opeens en ik, om het even rijthema gerelateerd te maken, en ik rij in de vangrails. Zij zegt dat is juist ook, zijn ook gedachten die je helpen om je veilig te gedragen. Het probleem is bij mij altijd, die gedachten heb ik dus ook. En dat heb ik, daardoor is ook mijn rijangst erger geworden. Omdat ik dan bijvoorbeeld in de tunnel inreed en dan dacht van, oh shit, maar als ik nu ineens de stuur omdraai, dan... En dan schrok ik heel erg van die gedachten, dat ik de gedachten kreeg. En daar kreeg ik dan last van angst voor het rijden zelf. En dan kreeg ik ook die gevoelens, weet je wel. Ik weet niet welke gevoelens jij kreeg bij je rijangst. Nou, dat voelde wel vergelijkbaar. Dus dat je inderdaad opeens denkt van, er is opeens iets dat je denkt, wat nou als dat? En dan krijg je daar paniek van. En dan wordt er door een soort van obsessed mee. Mm. En dan groeit dat gevoel. En is er constant dat gevoel aanwezig, waardoor die gedachte ook de hele tijd, waardoor je denkt, ik moet die gedachte in de gaten houden en ik moet dit blijven controleren. Wat er dan bij mij ook gebeurt is inderdaad dat als je thuis bent voordat je gaat rijden, dat je dan ook nadenkt, oh nee, ik heb geen zin om te rijden, want rijden equals al die gevoelens en al die gedachtes. Welke gevoelens kreeg jij? Kan je dat beschrijven? Zijn dus inderdaad voor mij gedachten, zeg maar wat als gedachtes, gekoppeld aan paniekerigheid, een soort van... Hartkloppingen, zweethanden. Ik heb nooit zo snel zweethanden. Je hebt nooit zweethanden, dat is wel relaxed. Maar ook niet transpireren überhaupt? Dat je ging zweten of zo? Dit kan ik me niet meer herinneren. Nee. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat ik hier wel zweetangst, de geur zweetangst aanwezig was in de auto. Ja. Maar gewoon meer, ik ga er gewoon veel praten en veel... Paniekerig, echt. Paniekerig, gewoon, ik voel gewoon heel paniekerig. Ja, dat herken ik ook wel inderdaad. Van ons drieën heb jij geen rijbewijs. Mm-hmm. Ik heb het wel geprobeerd. Je hebt het wel geprobeerd. Ja. Is bij jou ook rijangst geweest waarom je het niet hebt doorgezet? Of is dat... Nou, ik voelde me eigenlijk best wel veilig met de instructeur ernaast. Ik kon gewoon remmen wanneer het misging. Toen ik mijn examen ging doen, toen had ik eigenlijk verwacht dat ik een faalangstexamen zou krijgen. Want dat had ik ook aangevraagd, maar dat was niet goed doorgekomen. En toen kreeg ik ook nog eens een van de ergste. Oh nee. Ja, die stond echt bekend als iemand die nog wel eens tekeer kon gaan. En die, ja, ik werd eigenlijk al gewoon zenuwachtig vanaf het begin dat ik in die auto stapte. Want hij ging al heel snel van, ja, je kan gewoon doorrijden, terwijl ik nog er aan het kijken was en zo. Dus ik werd een beetje paniekerig daarvan. Ja, dat heb ik toen niet gehaald, omdat ik eigenlijk vastliep op dat ik in moest voegen. En ik durfde het gewoon niet meer. Ik zag eigenlijk gewoon ook niks meer of ik het nou wel of niet kon. Ik zat zo in die paniek. En daarna heb je nooit meer, ben je gestopt? Nee, het was via mijn werk mocht ik mijn rijbewijs halen. En dat bedrijf ging uiteindelijk ook failliet. En ergens was ik wel bij. Ik hoefde het niet meer te halen. De reden ook dat ze failliet zijn gegaan naar die 40 lessen. Ik had er ook zoveel nodig. Dus ja. Maar 40 is niet veel, toch? Nee, is helemaal niet veel. Nee, is dat niet... Nee, ik heb dat volgens mij meer dan jij gehad. Ja? Ja, volgens mij 50 of zo. Maar het ligt er geloof ik ook wel een beetje aan of je dan 1 uur of dubbel uur hebt. Ik had altijd 1,5 uur. Ja, dus dan is zeg maar... Een lang is een dubbele les. Dus als jij 40 losse uren hebt gehad... Valt echt wel mee. Lopen al die mensen tegen je op te schreppen van... Oh, dat is heel veel, maar misschien valt dat wel mee. Ja, volgens mij had ik 1 uur inderdaad. Ja, want dan is het best wel weinig hoor. Want ik had 1,5 uur lessen. Dat deed die standaard, die rijinstructeur die ik had. Ja. Maar ja, ik denk dat ik er wel tegen de 50 aan zit. Ja. Oké, nou, ik heb eigenlijk nooit begrepen dat ik weinig lessen heb gehad. Relatief. Je dacht altijd veel. Ja, ik denk van, ja, ik werd ook belachelijk gemaakt. 40 lessen. Ja, zie je. Ja,
Ja. Dat moeten ze niet zeggen. Belachelijk. Nee. Ik heb nu aan jullie allebei vragen. Oh, ik weet dat ik niet de interviewer ben, maar het is toch ook voor mij goed om te weten. Want jij hebt dus wel je rijbewijs. Ja, ik heb mijn rijbewijs. Ik heb dus contact met jou opgenomen na het zien van de filmpjes van Psych, heet dat? PsyQ. Ja. PsyQ? Ja, ja. Waarin jij je rijangsten aanging door middel van... maar misschien komen jullie er zelf nog op. Maar jij hebt dus wel rijbewijs, maar je probeert nog over je angst heen te komen opnieuw. Ja. En jij hebt geen rijbewijs en je bent ook niet van plan om de komende tijd te halen. Toevallig zitten we wel een beetje in die modus dat zij ook weer... Nou, ik heb er dus over nagedacht, maar toen ik jouw boekje las, ik kreeg er echt spanning van. Dus ik denk, dan zit het er nog goed in, denk ik. Mijn uitgever zei ook... Ja, want ze had helemaal geen rijangst. En toen had ik dan op een gegeven moment de lijst met... alle angsten die je kan hebben gemaakt. En toen zei ze, ja, moet je dit er wel in doen? Ben je nu niet mensen die angsten niet hebben aan de bang maken? Toen zei ik, nou, als dit een trigger, dan... Uiteindelijk is het soms ook wel goed om soms getriggerd te worden. Want daardoor weet je wel, ik ben toch ergens angstig. En dan kan je er iets mee doen. Ja, nee, ik vond het ook niet. Ik vond het niet per se onprettig of zo. Ik dacht van, daar moet ik dan wel echt wat mee gaan doen. Ik vind het heel vervelend voor je dat je geen faalangstexamen hebt gehad. Ik denk dat ik jouw faalangstexamen heb gehad. Want ik had dus geen faalangstexamen aangevraagd, maar wel gekregen. Oh. Nou, of in ieder geval... Dat is omgewisseld, denk ik. En dat heeft me wel echt... Dat heeft echt... me geholpen. Ja. Want ik had gewoon gezegd van tevoren, want hij zei, ja, ik ga heel rustig. Want hij zei, ben je zenuwachtig? Ik zeg, ja. En hij zei, nou, komt helemaal goed, we gaan heel rustig doen. En hij zei ook nog van, is er iets specifieks waar je zenuwachtig voor bent? Zei ik, nou ja, ik ben altijd bang voordat ik dan, als iemand zegt, je moet nu de snelweg op, dat ik dan niet goed weet wat dan de snelweg is. En dat ik dan de uitgang inga in plaats van de oprit. Dus dat je gaat spookrijden eigenlijk? Ja, dat was een angst. Ja. Ik weet ook niet waarom ik zo eerlijk was, maar dat was ik. En toen zei hij, oké. En weet je wat hij toen deed? Toen is hij gewoon ergens stil gaan staan met mij. Zo van, op het moment dat we de snelweg op moesten. Hij zei, parkeer hier maar even. Ging parkeren, zei hij, nou, we staan even stil. Kom even op adem. We gaan zo de snelweg op. Die is daar. Oh, vriendelijk wel. Ja, echt heel fijn was dat. Ja, want het is ook heel waar. Want als ik in mijn eentje zou zijn geweest, zeg maar zonder hem... dan had ik ook helemaal geen gevaarlijke beslissing gemaakt. Want dan had ik gewoon rustig aangedaan... Want dan was ik in mijn eentje geweest. Ja. En dan was het niet verplicht geweest om de snelweg op te gaan. Dus dan had ik gewoon... ja, misschien dat ook wel op die manier gedaan. Dus eigenlijk vind ik het best wel een goede manier om dit te doen. Ja, ik zou het volgende keer ook echt wel doen. Je mag een time-out nemen. Ook al heb je geen faalangstexamen. Je mag bij allemaal... Mag precies. Je mag dus altijd een time-out nemen. Gewoon even tot rust komen. En dat zegt niks over dat je niet kan rijden. Want dat zegt juist meer van... Oké, je doet het rustig aan en je neemt de tijd om het veilig te doen. Ja. Ja. Ja, die ook wel op de vluchtstrook gewild. Ja, nou ja, ja. Nou ja, door jouw boek kwam ik erachter dat je dus op de vluchtstrook mag staan als je paniekaanval hebt. Nou, het was best wel een heel ingewikkeld gedoe om erachter te komen of dit mocht. Want ik had wel wat berichten gehad van mensen die dus de angst hadden om een paniekaanval te krijgen op de snelweg. Je mag dus eigenlijk niet stilstaan op de vluchtstrook voor bijna niks ongeveer, behalve met pech. En toen dacht ik, ja, als ik dit nou gewoon even uitzoek... toen voelde ik me echt journalist. Ben je ook gaan rondbellen? Ja, ik moest echt allerlei mensen bellen. En ik werd steeds doorverwezen. Want als je dus heel nodig moet plassen, dat mag dus niet. Als je nou een paniekaanval krijgt omdat je moet plassen? Dus het zijn allemaal soort van... Het zijn allemaal precies allerlei... Want dat dacht ik ook. Ja, maar ik zou daar ook paniek van krijgen. Ja, ik dus ook. Ga ik ook heel slecht van rijden. Maar ze hebben inderdaad uiteindelijk bij het laatste bericht gezegd dat het wel... Dat het wel mocht. Oké. Ik denk wel dat het... Het staat dus nergens helemaal in een wet. Maar ik denk dat je er wel mee weg kan komen. Ja, precies. Je rijangst kun je niet overwinnen, maar wel verminderen. Daar ben je het al mee eens. Ben je het al mee eens? Of onder? Ja, ben ik het mee eens. Ik ben daar dus ook wel mee eens. Ik heb met angst sowieso... Ik kom nooit helemaal van mijn angsten af. Maar ik kan het wel verminderen en kan er wel mee leren leven. Ja, dus... ik ben het ook wel mee eens, hoor. Ja. Oké, stelling nummer 2. Mensen met rijangst moeten jaarlijks een rijtest doen via het CBR. Nee, ik vind het van niet. Nee? Hou op, zeg. En op TikTok krijg je rare reacties, toch? Ja. Veel anders dan op je Instagram of zo. En dus had ik ook wat rijangstfilmpjes. En dan komt je TikTok net in een verkeerde groep terecht. En daar kwamen inderdaad ook allemaal reacties van de mensen. Die zeiden echt, als je daar bang voor bent, dan moet je rijbewijs ingepikt worden. Nou, sterker nog, iemand zei ergens of... Ik weet niet, het staat geloof ik ook in mijn boek. Maar ik had ook ergens gelezen dat iemand zei tegen mij... dat juist mensen met rijangst zijn veiliger op de weg. Want die kijken veel meer uit. En ik denk... dat mensen die door hun angst heel gevaarlijk rijden... die komen echt niet hun wijk uit, hoor. Nee, klopt. Dus, dus daar hoef je ook niet echt bang voor te zijn. Ja. Die angst houdt hen ook echt tegen om het te doen, überhaupt. Dus, ja, en ik denk ook, dan vind ik dat iedereen dat moet doen... want er zijn echt heel veel gevaarlijke mensen op de weg. Ik denk dat ik eerder voor zou pleiten... om eens in de 5 jaar mensen eventjes een keertje
Nou, dat zou ik inderdaad. Dus ik zou het inderdaad niet per se. Het testen vind ik niet per se een verkeerd idee, maar het specifiek. Voor ja, mensen die, met angst. Want ik denk dat je angst er nog groter van wordt. Ja, ja, daar ben ik me eens. Ja, want dan word je juist helemaal gestrest ook nog van dat je. Oh, maar dan moet ik het nu ook wel goed doen. Anders ben ik daar ook nog eens mijn rijbewijs kwijt. Ja. Terwijl dat is al iets waar je al het al spannend vindt. Mm-hmm. Ja, daar ben ik wel met je. Ja, dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Dat het niet. Nee, je hoort wel vaak inderdaad dat het juist omdat je zo oplettend rijdt, dat je ook gewoon veiliger bent. Ja. Ja. Nee, het is natuurlijk vaak zit het zelf in je hoofd, die angst. Je moet ook trouwens ook een rijtest doen als je bij het CBR als je een diagnose of wat dan ook een stoornis hebt. Ja. Dus dat moet je sowieso al met angst doen. Dus dat is eigenlijk ook al vanaf als je het rijbewijs gaat. Het is niet echt een test, toch? Je moet gewoon naar een psychiater. Je moet gewoon geld betalen en een extra papiertje halen. Ja, ik heb het ook moeten doen. Want ik heb aangegeven dat ik autist ben. Ja, want anders kom je niet onderuit natuurlijk. Maar dat onderzoek, dat sloeg inderdaad nergens op. Nee, dat psycholoog. Ja, dus ik vind dat onderzoek, ben ik het ook weer niet mee eens. Nee, ben ik het ook zeker Maar ik moest ook rijden. Ik had ook een rijtest. Oh, wel. Ja. Een aparte rijtest. Tegelijkertijd. Ja. Oh, echt? Sorry? Oh, dat wist ik niet. Ja, ja, nee. Niet tegelijkertijd. Niet met de psycholoog. Niet dat de psycholoog naast je ging zitten en dan even zo... Nee, die test sloeg echt nergens op. Ik moest naar een kantoortje komen ergens en ze hadden ook echt specifiek... het was echt heel weinig waar ik uit kon kiezen. Dus ik moest naar Den Haag, achter in Den Haag. En die vroegen eigenlijk alleen maar van die standaardvragen. Zie je jezelf als een gevaar? Denk je dat je dit kan? Denk je dan? Ja, ik denk als ik nee ga zeggen, kom ik het om niet. Nee. Dan haal ik hem niet. En die rijtest was op zich, ja, ik ben wel een huilen uitgebarsten. Want ik vond het heel spannend. Maar ja, dat was op zich wel fijn. Het was even een ervaring hoe het zou kunnen zijn als je bijvoorbeeld gaat afrijden. Mm-hmm. Maar is het niet dat je dan speciale verrichtingen en zo niet meer hoeft te doen of zo? Na die test? Nee. Die heb ik ook. Ik heb gewoon alles moeten doen. Alleen dat is dan extra, zo'n test. En wie zit er dan naast je? Ja, zij is dan speciaal van die afdeling, denk ik, bij CBR. Ja. Ja, dus ze moest ook een beetje geruststellen en zo. Ik werd alsnog zenuwachtig van haar, maar ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik weet niet of meer autisten dat herkennen, maar het gaat allemaal met rijles op een bepaalde manier. Ik heb het zo geleerd. En mijn rijinstructeur was heel rustig. En die liet me gewoon allerlei dingen gewoon zelf uitzoeken en zo. Dat vond ik echt wel prettig, want dan deed ik gewoon richting aanwijzen en dat was altijd goed. En toen zat ik naast haar, dus die rijtest moest doen. En die zei heel, voordat ik het ging doen, zei ze, wel een richting aanwijzer aan nu. En daar werd ik zenuwachtig van. Zo had ik het niet geleerd. Maar dit kreeg ik bij die man die dus nu mij opnieuw... Ja. Die ging dat dus ook doen. Ja. Nou, daar kreeg ik ook stress van. Want dan wil je ook uitleggen, maar dat wilde ik ook doen, toch? Ja, dat zei ik dan ook. Gevoel. Maar het moest al sneller. Ja, en dan zit je jezelf een soort van eigenlijk uit te leggen dat je dat al wil doen, waardoor je nog gestrest wordt. Ja. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Ja. En als ik had het op die manier geleerd, dus ik deed het op die manier. Ja, dat is ook het enige waar je vanuit kan gaan. Ja. Hetgene wat je rijinstructeur... Want hoe was het met jou met de rijlessen dan? Was dat al dan moeizaam? Of? Ja, ik moest dat nog wel even oprakelen voor het boek. Want ik wilde daar dus inderdaad heel veel mensen vragen... ook kan ik het boek ook lezen als ik nog geen rijles heb... maar daar bang voor ben? Of als ik rijles aan het doen en daar bang voor ben? Dus ik wilde daar ook aandacht aan besteden over hoe dat ging. En ik heb vooral ook die rijlessen helemaal niet als positief ervaren. Ik moest het ook doen voor mijn werk. Mijn werk betaalde het niet, maar ik mocht het wel onder werktijd doen. Dus dat is echt ook wel handig. Ik herinner me gewoon dat ik de hele tijd dacht... ja, ik moet hier gewoon even doorheen of zo. Ik was mezelf er gewoon doorheen aan het werken. En in het boek schrijf ik ook, het zijn jouw rijlessen. En jij betaalt die persoon. Zorg gewoon dat je iemand hebt bij wie je je fijn voelt. En helemaal nu ik dus heel veel over rijden praat en rijlessen praat... en zoveel ervaring hoor van mensen, denk ik echt... Er is zoveel verschil in rijdocenten en hoe je behandeld wordt en hoe er met je om wordt gegaan. En als je aangeeft dat je angstig bent, dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden. Niet iedereen, maar dan moet je dus naar iemand anders. En misschien heb je daar dus helemaal geen zin in om naar iemand anders op zoek te gaan. Maar dat is het dus wel echt waard. Want ik heb wel het vermoeden dat als ik tijdens mijn rijlessen anders had aangepakt, dat het ook wel anders was afgelopen. Want ik was gewoon heel angstig. Ik heb me er gewoon doorheen geslagen. Want wat jij ook zei, als iemand naast me zit... voelde ik me ook wel voor een deel wel wat veiliger. Want ik dacht, nou, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hem. Ik was wel nerveus, maar ik had niet die angst nog tijdens de rijlessen. En ik heb twee verschillende docenten gehad. Dat schrijf ik ook in het boek. Het eerste docent verdween gewoon opeens. Ja, die nam gewoon opeens niet meer op. Ja. En toen kreeg ik gewoon een andere docent. En die zijn gewoon de hele tijd een beetje zo bozig. Waren gewoon de hele tijd een beetje bozig en geïrriteerd op mij. En ik denk dan, ik begrijp dan gewoon niet wat ze van me willen of zo. Terwijl ik dan denk, je kunt het ook gewoon... Ja, ik ben hier om te leren. Dus waarom behandel je me niet gewoon als een persoon die eerst niet... Oh mijn god. Het is tijd.
We praten te lang. Ja, klaar. Door. Per ongeluk, sorry. Dit is hoe ik heel vaak in mijn hoofd denk, oh nee, ik praat te lang, er gaat zo'n wekker af en dan moet ik stoppen. En nu gebeurt het. Nee, maar, nee, je mag gewoon doorpraten hoor. Dus dat ik echt zoiets had van, leg me gewoon uit hoe ik moet autorijden zonder dat je doet alsof het raar is dat ik het al had moeten weten. Of zo. Voelt inderdaad dit als mensen doen alsof je het al had moeten weten, terwijl je bent er toch omdat je het niet kan. Maar ja, mijn rijinstructeur was dus heel relaxed en zo, dus daar heb ik het nooit mee gehad. Maar ik kan me voorstellen als ik die man heb die ik nu dan had, dat ik dat precies hetzelfde, want die leek ook. En toen dacht ik al van, joh, ik heb mijn rijbewijs, ik kan wel rijden. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat ik er angstig van word. Ja. Maar hij ging me een soort van weer op heropvoeden, bijna, leek het wel. Dat wat ik deed niet goed was. Nou, dus ik kan me voorstellen als iemand niet... Hij was wel vriend, nou ja, vriendelijk, gedwongen. Ja, hij was wel vriendelijk, maar niet een beetje belerend misschien. Dus je bent nu een extra anti-angst les aan het nemen? Ja. Ja. Ja, dus dat is ook... Maar ja, niet via een speciale school? Ja. Wel via een speciale school? Dus dus dat is wel raar. Ja, dus ik ga ook overstappen. Even bellen. Dus, ja. Maar wat jij zegt, wat ik ook daar raar aan vind... Je bent wel degene die ook geld aan hem geeft uiteindelijk. Herken je ook gewoon niet in het leven dat soms denk dan achteraf denk je... Ja, ik ben eigenlijk de persoon. Maar dat denk ik nu pas. Toen dacht ik gewoon... Oh, ik ben al lang blij als ik het zo gedaan heb en kan. En ik zal wel de persoon zijn die het niet begrijpt of zo. Het zal maar aan mij liggen. Ja, precies. Ja. Omdat je ook vaak omdat mensen er niet echt over praten. Nee. Mensen doen ook over rijlessen van... Ja, maar je leert dat pas daarna rijden, weet je wel. Ja. En ze doen het allemaal zo van... Ja, maar weet je dat... iedereen moet dat doen en zo. Maar de een vindt het moeilijker als de ander. Ja. Dat is nou helemaal zo, gewoon zo. Mijn rijinstructeur zei van... Ja, na 10 lessen ben je wel klaar. Toen zei ik, nou, ik ben nogal angstig. Ik denk het niet. En toen de eerste keer kreeg ik een beetje een paniekaanval op de snelweg. Toen zei hij... Oké, nu begrijp ik wat je bedoelt. Oh ja. Toen ben ik trouwens ook 2 jaar gestopt geweest. Toen ben ik opnieuw weer begonnen. Ja, maar wel echt knap dat je aan het doorzetten bent. Ja, ik wil wel. Want uiteindelijk, mijn droom is een keer naar Frankrijk toe te rijden. Een soort van roadtrip te doen. Dat wil ik gewoon doen. Dat lijkt me heel leuk. Omdat ik dat van vroeger ook deed met mijn ouders en zo. Vond ik dat leuk. Maar nu wil ik het gewoon een keer zelf doen. Ja. Dus dat is een beetje het doel waar ik uiteindelijk wel naartoe wil werken. Ik heb dat ook gevisualiseerd. Dus ik denk dat het ooit wel gaat komen, maar... En het is het ook echt... Ik denk, ik zie ook wel in die visualisatie waar ik nu meteen in zit... zie ik ook echt wel voor me dat het waard gaat zijn. Want ik merk echt wel aan mezelf... Ik heb ook het laatste hoofdstuk heet ook een gevoel van vrijheid. Mm-hmm. Omdat dus mensen tegen me zeiden... Ja, ik snap niet waarom je rijden niet leuk vindt. Het geeft zo'n gevoel van vrijheid. En dan dacht ik echt... Oké, ik moet hier scheldwoorden. Insert scheldwoorden... Want voor mij voelde het niet als een gevoel voor vrijheid. Voor mij voelde het als angst. Ja. Maar nu, toen op een gegeven moment dacht ik... Oh my god, ik begrijp nu wat mensen bedoelen. Want het is echt zo. Ook gewoon hier naartoe komen vandaag, weet je wel. Mm. Ik stap gewoon in de auto en ik rij hier naartoe. Of, want het is echt niet de trein, het treinstelsel in Nederland. Is ook niet meer wat het geweest is. Nee. En, maar daarbuiten ben ik dus inderdaad ook op een roadtrip geweest. En dat voelt inderdaad wel heel bevrijdend dat je gewoon... lekker kunt gaan rijden en het voelt heel volwassen. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb dus... nadat ik mijn rijbewijs haalde, heb ik van een paperclip naar een auto gereld voor een video. Toen heb ik een auto... dit ga ik nog even terugzoeken. Soort van gekregen. Ja, dus ik weet niet of het er nog online staat, maar ik zal het wel naar je doorsturen. Dat kan je het zien. Toen heb ik een halfjaartje gereden. En toen moest die auto gekeurd worden en toen dacht ik van... Deze gaat niet door de keuring heen komen. Gaat me te veel geld kosten. Toen heb ik hem weggedaan. Maar in dat half jaar heb ik wel een tijdje gehad dat ik even dacht van... Dat ik niet eens over nadacht dat ik aan het rijden was. Dat ik gewoon aan het rijden was. En dat ik daar niet echt... Toen ben ik naar Volendam gereden en naar ergens... Zoutelanden inderdaad nog. Ja, met Lisa, ja. Ja, nee, dus ik heb het wel ervaren. Dus ik weet ergens wel dat ik het kan. Maar het is op het moment dat ik ga nadenken heel erg erover dat ik rij, dan krijg ik paniek en dan weerhoudt me iets van of zo. Maar ik denk dat met automaat het gaat oplossen. Ik denk dat dat wel gaat helpen bij jou. Ja. Ja. Het staat op een gegeven moment ook in mijn boek. Ja. Ik rij inmiddels ook in een automaat. Dat is een beetje meer toevallig, omdat de auto die ik nu heb, is een automaat. En ik ben het er wel mee eens. Heel veel van die zinnen, zoals je moet gewoon veel rijden. Je lekker veel rijden. En je leert het pas als je klaar bent. En het is gewoon een gevoel van vrijheid. Al die dingen zijn waar. Mm. Op het moment dat je angst weg is. Ja, precies. Het klopt wel allemaal. Je leert het wel echt pas als je... zelf je rijbewijs hebt, want dat merk ik echt. Je leert gewoon op jezelf vertrouwen. Je leert gewoon, je doet gewoon heel veel ervaring op en zo.
En een van die dingen die mij heel erg geholpen heeft, is dat ik dus nu een eigen auto heb. En in die auto dus heel veel ervaring op kon doen, omdat het gewoon mijn auto was. En ik die auto, waar jij ook eerder over had, van nou, mijn eerste rijinstructeur heeft dat me zo geleerd en dat zijn de regels. Zo werkte dat ook bij mijn auto. Zo van, ik weet nu de regels van mijn auto. Dus al die dingen, ik kan bang zijn van, oh, straks gaat het regenen en dan weet ik niet hoe de ruit dus werkt. En dan zit mijn ruit vol regendruppels en dan kan ik het niet meer zien, weet je wel. Nu ben ik daar ook niet meer zo heel bang voor in andere auto's, maar in het begin is alles een angst, dus ook dat. En dat haal je allemaal weg door gewoon een eigen auto te hebben. En mijn auto is ook een automaat. En de angsten die ik dus die wegvielen door in een automaat te rijden, zijn een hele belangrijke angst voor mij, was dat je dan zo op een helling stond voor stoplicht en dat je dan weg moest rijden. Ja, de hellingproef. Ja, maar soms is het niet eens echt een hellingproef, maar gewoon een heuveltje. Nou ja, nee, kijk. Ja, bij mijn ouders, als je zeg maar, mijn ouders zijn in Bennekom, en als je vanaf daar naar de Ede gaat om de snelweg op te gaan, dan is het niet echt een extreme helling, maar je staat gewoon wel op een hellingachtig. Verhoging, een beetje zo of zo. Ja, gewoon best wel een lange weg die heel langzaam omhoog gaat. Mm-hmm. En dan moet je daar voor die stoplichten staan. Ik denk altijd, oh mijn god, ik hoop maar niet. Bij elk stoplicht denk ik, ik hoop maar niet dat die stoplicht voor zo instaat die een helling heeft of zo. En als je in een automaat rijdt, die rijdt alleen maar achteruit als je hem in zijn achteruit hebt staan. Mm-hmm. Dus als je hem gewoon in zijn de day van drive hebt staan, dan raadt hij gewoon naar voren zodra je rem eraf haalt. Dat is wel echt relaxed. Ja, nou, wegangst. Ja. En dat is natuurlijk dat heel veel mensen hebben ook een afslaanangst. Dat is er ook niet meer. Ik vond schakelen nooit ingewikkeld. Alleen het helpt wel dat je daar allemaal niet mee bezig hoeft te zijn. En dat je eigenlijk alleen maar hoeft te focussen op dat. En helemaal in het begin van het leren. Want nu heb ik zoveel gereden dat ik heel veel snap van de weg. Ik snapte gewoon niet zo heel veel van het rijden. Ik had daar niet al het overzicht. Dat heb ik nu wel. En ik denk als ik nu niet, dus hoe noem je dat dan, zeg maar, tegenovergesteld van automaat is schakel nee, gaan rijden. Dat dan nu ook dus veel makkelijker zou gaan. Dus ik zou heel veel mensen die echt bang zijn, ik zou zeggen, haal gewoon lekker je automaatrijbewijs. Mm. Ga lekker heel veel ervaring op doen. En ga dan, als het echt moet, of gewoon wanneer je, dan kan je altijd daarna weer je schakelrijbewijs gaan halen. Ja. Oh, op die manier. Dus dat je als je het nodig hebt, soort van tussen. Ja. Maar ja, ik heb in je boek ook gelezen dat het niet echt nodig is. Wij in Nederland gaan gewoon schakelrijden omdat we dat stoer vinden. Ja. Of zo. Ja, nou, in 2030, 35 moeten alle nieuwe auto's sowieso elektrisch zijn. En elektrische auto's zijn sowieso automaat. Ja, want die kunnen niet schakelen. Nee. We hebben in Europa heel erg het gevoel dat schakelrijden, dat bij autorijden hoort. En als je niet schakelrijdt, dat je niet stoer bent inderdaad. En dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. En daardoor heeft iedereen zo'n obsessie met schakelrijden. Maar het is natuurlijk wel handig dat je in principe in alle auto's kan. Maar als je zelf een automaat hebt, of de persoon in wiens auto je rijdt is automaat, dan ja. Ja, ja, ik heb dus een keer met een hele grote auto mogen rijden voor een campagne. En die was ook nog eens dat hij deels ging sturen en dat soort dingen. Dus cruise control. Toen dacht ik echt van, oh ja, dit is eigenlijk best wel relaxed. Maar ja, die auto kon ik nooit betalen. Het was alleen maar leuk om een keer te proberen. Maar toen dacht ik wel van, ja, dit is wel chill. Maar op een of andere manier had ik wel het idee, ja, ik moet gewoon schakelen. Omdat ik een schakelrijbewijs heb, ik moet gewoon leren schakelen. Maar echt sinds dat ik die video maakte en ook in je boek heb gelezen, dacht ik van, ja, ik kan net zo goed gewoon een automaat gaan rijden. Want het maakt eigenlijk niet uit. Ja, het is iets duurder. Als in aanschaf. Ja. Dat is eigenlijk het enige. Maar als je het kan, dan waarom zou je het niet makkelijker maken voor jezelf? Nou ja, en omdat jij het dan misschien ook kan gaan doen. En dan kunnen we allebei rijden. Dat zou wel leuk zijn. Ik ben er al gewoon over uit dat dat echt niet meer schakel gaat. Dat gaat hem niet meer worden. Nee. Maar om terug te komen op de stelling. Die rijtest. Heel draaiboek. We zijn nu al klaar. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Of mensen met rijangst jaarlijks een rijtest moeten doen via het CBR. Ja, ik ben het er ook niet mee eens. Nee. Ik vind iedereen gewoon een test moet doen. Ja, iedereen die gevaarlijk rijdt. Ja, maar oprecht, eens in de 5 jaar vind ik wel veel, maar misschien 1 keer in 10 jaar. Ja. Vind ik niet eens zo rare. Maar dan wel gratis. Ja, wel dat gratis. Wel, ja. Gratis en ook wel, want tijdens het afrijden dan rekenen ze je ook echt af op allemaal dingen. Als je zeg maar gaat rijden, ga je op een gegeven moment je eigen stijl ontwikkelen. Mm. En dan is gewoon het belangrijkste dat je veilig bent natuurlijk. Ja. En ik doe natuurlijk al lang niet meer alles zoals je dat hoort te doen. Dus ik denk wel dat het een ander examen is. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, klopt. Volgende stelling.
Het is onveilig om als persoon met rijangst deel te nemen aan het verkeer. We hadden al een beetje over gehad eigenlijk. Ik vind het wel lastig, want ik bedoel, ik kan natuurlijk niet zeggen dat het nooit zo is. Dat iedereen met rijangst veilig is op de weg. Maar ik kan ook niet zeggen dat iedereen zonder rijangst veilig is op de weg. Ik vind van mezelf dat ik niet onveilig was toen ik rijangst had. Ik had mezelf er echt mee dat ik rijangst had. En inderdaad, er zijn zoveel mensen gewoon zo laks of zo, dat ik denk... Ik was ook vooral gewoon bang voor andere mensen. Dat andere mensen dus niet goed opletten. Dat was eigenlijk vooral mijn angst. Dus ik weet niet zozeer of ik een gevaar was op de weg. Ja, lastig dat jullie die stellingen doen. Want het is echt zo alsof ik een politieke partij opricht en echt zo mijn kleur moet bekennen. Nee, ja, maar je kan ook zeggen geen mening. Oh, ja, dat denk ik dan niet dat het kan. Nee, ja, is het... Nou ja, nee, geen mening. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, uit eigen ervaring vind ik mezelf dus wel... Ja, ik denk dus niet dat ik het ben, maar ik voel wel alsof ik niet heel veilig ben als rijder op de weg. Want wat voel je dan? Ik heb nogal last van de fysieke klachten. Heb ik altijd al gehad met angst überhaupt. Ik was altijd bang voor hartaanval. En aangezien angst vaak een paniekaanval te maken heeft met het kloppen van mijn hart en zo, dan ben ik daar heel erg mee bezig. Dus op dat moment dat dat gebeurt, ben ik meer bezig met dat dan dat ik bezig ben met het rijden. Dus daardoor is de focus een beetje weg. En dan heb ik wel het idee... Mm-hmm. En dan word ik ook extra angstig, want dan denk ik van... ja, maar nu let ik dus niet goed op. Maar ik wil hier ook mee bezig zijn. Ja. Dus het is een beetje lastig. En lukt het je dan om gewoon naar een tankstation... zeg maar het vol te houden tot de eerste afrit? Ja, in principe wel. En dan even bij te komen? Ja. Ja. Ik heb jou gezien in angst, paniek, ook met die grote auto. Mm-hmm. Maar juist dan handel je heel goed en snel. Ja, ja, dat is wel waar. Ja. Want dat zie je dan zo. Ik vind dit best wel interessant. Dan zie je gewoon een focus of zo. Ja, ja, juist dan weet hij gelijk precies waar hij even moet gaan staan om tot rust te komen. Of als er een situatie is, je het even niet zeker weet, dan maak je toch al precies de juiste keuze. Omdat je gewoon eigenlijk je hoofd gaat misschien heel veel sneller werken. Ja, nadenken over opties en zo. Dat was ook een stukje uit jouw boek van een iemand die had aanrijding gehad op de snelweg. Ja. En die ging uit paniek, ging ze... Ja, maakt ze eigenlijk de verkeerde keuze. Dus ik denk dat het ook per mens verschilt. Ja. Maar dat jij in ieder geval, wat ik van jou gezien heb, eigenlijk heel zelfverzekerd rijdt. En ook wanneer je paniek hebt, heel zelfverzekerd de keuze maakt om, om van de om weg af te gaan. Te doen. Ja, maar het gekke is, het gevoel heb ik dus niet. Want ik heb het idee dat ik die controle dus helemaal niet zo goed heb. Ik denk zeker dat het belangrijk is dat als je rijangst hebt, om er dus wel inderdaad iets mee te doen. En niet gewoon maar de weg op te gaan. Dus na te denken van... ga ik dit inderdaad oplossen met anti-rijangstlessen. Ik weet niet hoe die dingen heten. Dus dat je een begeleider bij je hebt die jou leert... die ook met jou mee kan kijken. Ben jij gevaarlijk op de weg of niet? Want dat schrijf ik op een gegeven moment ook in het boek van... als je bang bent dat je gevaar bent op de weg... vraag dan zo'n persoon, weet je wel. Ga daarmee rijden, want dan kan je dat gewoon in veiligheid uitzoeken... of je dat bent of niet. Ja, dat is een goede tip ook wel, vind ik. Ja, en ik denk ook dat een van de dingen... problemen met angst over het algemeen is dat je meteen... en hierbij ook... niet alle angsten, maar zeg maar... uiteindelijk heeft alles te maken met een soort van toch exposure. Ik weet niet wat het Nederlandse woord ervoor is. De meeste angsten inderdaad wel. Ja, ja, veel angst hebben helpt exposure voor. Ja. Alleen op het gebied van rijden is natuurlijk... Kijk, als je bang bent voor spinnen, zeg maar, wat kan er... Je kan niks fout doen in de wereld om dichtbij spinnen te komen. Nee, je brengt niet iemand anders in gevaar. Nee, en met rijden natuurlijk wel. En daarbinnen denk ik dat het dan veel belangrijker is... niet om jezelf maar daaraan over te geven... Bij rijden denk ik dat het heel veel zin heeft om het stapje per stapje te doen. Ja. En wat ik heel erg hoor als ik mensen spreek over hun rijangst... want iedereen opeens kom je erachter dat zoveel mensen rijangst hebben... en dan kom ik erachter dat de reden dat zij rijangst hebben en er niks mee doen... is omdat ze allemaal een idee in hun hoofd hebben van ja... en dan zegt mijn vriend, van dan rijd ik gewoon van hier, rij gewoon even naar mij toe... en dan is dat in een andere stad. Ja, en dan zeg ik echt zo, maar... Waarom ga je niet naar de supermarkt? Waarom ga je niet eerst naar de supermarkt? Dus ze hebben allemaal al een idee van wat ze moeten kunnen... en dat dat dan de eerste keer moet kunnen. Dat was je hebt mijn video gezien, toch? Want dat was ook wat ik had. Ik had zoiets van, oh ja, ik moet dit kunnen. Want iedereen doet dit, weet je wel. Terwijl ik nu er ook meer bij gekomen ben, wat jij zelf ook zegt... in stapjes is veel beter. Want dan ga je het voor jezelf echt leren. Ik wil als mens zijn, dan wil ik altijd gewoon gelijk alles kunnen. Ja. Uiteindelijk... moet je gewoon op sommige dingen heb je gewoon de tijd nodig om dat rustig voor jezelf te leren, zodat je hersenen misschien daar ook goed mee om kunnen gaan en het ook begrijpen. En op het moment dat ik mijn angsten bijvoorbeeld ook begreep,
tijd geleden. Toen kon ik er ook wat mee gaan doen. Op het moment dat je begrijpt hoe je rijdt, dan kan je ook misschien wel wat met meer rust het verkeer in. Ja. Omdat je het ook begrijpt wat je doet en het ook vaker hebt gedaan. Je moet ook vaak iets aangaan voor als je angsten. Ik heb wel eens gelezen dat als je ergens angst voor hebt, dat je het soms wel tot 40 keer moet aangaan, totdat je hersenen een nieuwe connectie maken. Dus het moet 40 keer goed gaan om het in je hoofd zo te prenten dat hij denkt, oké, ik hoef hier geen angst meer voor te hebben. Nou, dat is dan inderdaad het hoofdstuk van wat nu heet lekker veel of lekker veel rijden. Mm. Wat ik gerebrand heb tot irritant veel rijden. Ja. Is gewoon, je moet inderdaad dan maar 40 keer naar je supermarkt om de hoek rijden. Ja. En niet 1 keer naar een andere stad rijden. Nee. Zeg maar liever 40 keer 1 minuut rijden waar je een positieve ervaring mee hebt, dan inderdaad 40 minuten in angst zitten of zo. Precies, want dan blijft die angst de hele tijd bestaan. Dus net zo goed kan je gewoon in eerste instantie in je auto gaan zitten. Even voelen, hoe voelt dit? Durf ik hem te starten überhaupt? Start hem. Als je denkt, dit vind ik al iets te ver, dan ga je eruit en dan kom je over een uur weer terug. Ga je nog een keer proberen, ja, weer starten. En dan zo ja, verder. Eigenlijk uiteindelijk is dat moet je er wel doorheen, maar het mag eigenlijk in stapjes. Eigenlijk beter in stapjes. Ja. Wat betreft rijangst denk ik wel. Hè? Ja, en ook omdat wat ik heel erg ervaren heb met mijn rijangst, maar wat ik misschien ook wel kan voorstellen met andere angst, is dat op een gegeven moment ben je gewoon bang voor rijden. Mm. Terwijl eigenlijk, waar ben ik nou bang voor? Voor welk onderdeel van rijden? Mm. Maar ik ben bang, want wat je zegt, dat in de auto gaan zitten, als je bang bent voor rijden, is in de auto gaan zitten al angstig. Terwijl je bent eigenlijk helemaal niet echt bang voor wat er gebeurt als je in de auto gaat zitten en weer weggaat. Maar daardoor kan je jezelf wel, denk ik, overhalen. Want dat is het. Je moet het zo klein maken dat je jezelf over kan halen te gaan doen. Als jij zegt, ik ga morgen naar Groningen rijden met de auto. Ja, dat ga je niet doen. Dan ga je alles verzinnen om het niet te doen. Terwijl als je gaat zeggen, ik ga morgen in de auto zitten en ik mag daarna weer naar binnen. Ik hoef niks te doen. Ik hoef helemaal niks te doen. Dan ga je dat echt wel aan. Dan durf je echt wel. Als je jezelf de druk weghaalt van wat er allemaal moet, dan durf je echt wel wat stappen te zetten. En dat is inderdaad, dan kom je er ook achter, waar ben ik echt bang voor? Want je bent niet bang om in de auto te gaan zitten. Mm. Je bent ook niet bang om de auto te starten en weer te stoppen. Misschien wel, maar wellicht niet. Mm. Misschien ben je zelfs niet bang om naar de supermarkt te rijden. Maar dacht je dat je bang was omdat je nou eenmaal bang bent? Want dat had ik heel erg. Ik was nou eenmaal bang voor rijden geworden. Mm. Terwijl eigenlijk was ik helemaal niet bang voor rijden. Ik was bang voor op de snelweg zijn. Mm-hmm. Gewoon dat het overzicht kwijtraken op de snelweg. Alles gaat zo snel. Je moet de hele tijd zo hard rijden. En dan komen de borden voorbij. En je moet dan weten wanneer. Zeg maar, ik vond dat gewoon een heel naar gevoel. Ik was heel bang dat als ik door de stad reed, dat er dan opeens iemand over zou steken. Dus dat je 50 kilometer per uur rijdt. En dat vond ik zo hard. En dat er dan opeens een kind of zo niet kijkt en oversteekt. En ik was bang om aan te komen en dan niet weten hoe ik moet parkeren. En dat er dan allemaal mensen achter je staan en dat die dan toeteren. Zeg maar, dat waren de dingen waar ik bang voor was. Ik was helemaal niet zo bang om te rijden eigenlijk. Nee. Maar op een gegeven moment word je voor alles bang. Ja. En dan kan je inderdaad eerst kijken van welke dingen vind ik eigenlijk helemaal niet zo eng als ik denk. Is gewoon mijn angst. En kan ik daar dan alvast mee beginnen om daar meer comfortabel mee te worden. Hm. Ja, zeker. Dat is een hele goeie. Ja, heel goed. En die 40 keer te doen dan. En die 40 keer te doen. Nou ja, precies wat je zegt. Dat weggetje in je hersenen. Als je altijd angst hebt als je in de auto zit, blijft die het weggetje aanmaken. Ik ben bang. Ja. Maar als je ook wel eens in de auto zit en denkt, oh, dit gaat goed. Dan ga je het weggetje aanmaken. Dit gaat goed. Ja. Stelling 4. Rijangst kan alleen maar verminderen door middel van exposure therapie. Oh, daar hadden we het net al even over. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ben je het daarmee eens? Alleen maar, zo definitief, hè. Maar ja, ik denk het wel. Ja. Om even een bold statement te maken. Ja. Ik heb ook het idee dat veel van die angst, als ik het hoor, van wat ik hoor bij mensen, dat het ook te maken heeft gewoon met een gebrek aan positieve ervaringen. En ook gewoon een gebrek aan inderdaad in overzicht of inzichtelijkheid, of dat je snapt hoe het verkeer werkt. En dat leer je alleen maar door te doen. Ja, ja, uiteindelijk inderdaad. Net toen jij naar de wc was, heb ik nog eens verteld over dat ik op een gegeven moment niet meer van de bank af durfde om naar de wc toe te gaan. En dat ik het in kleine stapjes deed. En eigenlijk die exposure inderdaad, want dat pas je nou eigenlijk toe, werkt op een gegeven moment wel. Want nu denk ik daar niet meer aan. Want ik heb al die positieve ervaringen dat ik naar de wc weer liep. En zonder dat ik hartkloppingen kreeg, heb ik gehad. En ja, misschien wel meer dan 40 keer. Want dat kan je in een week volgens mij meer dan 40 keer doen. Dus dan gaat het wat sneller. Maar met rijden is het natuurlijk wel zo. Je moet wel echt superveel rijden om dat met een rust te ervaren. Ja. Ja. De exposure therapie klinkt natuurlijk zo heftig. Ja. Denk je gelijk, ik moet gelijk erin stappen, gelijk de angst aan gaan. Ja. Maar ja, dat juist niet.
Nee, juist. Dat kan het alleen maar verergeren, volgens mij, als je gelijk aan gaat pakken waar je echt bang voor bent. Ja, ik denk dat het echt belangrijk is om te kijken naar waar liggen mijn angsten en hoe kan ik dat zo klein mogelijk in het begin maken. Mm-hmm. En dat steeds een klein stukje oprekken, een heel klein stukje. Maar ik heb dat ook nooit begrepen, hoor. Ik hoor natuurlijk van mensen om je heen die niet met angsten te maken hebben, van ga het gewoon doen. Mm-hmm. Dat is de beste methode, gelijk er doorheen. Ja. Ja. Maar eigenlijk, als je dat doet en het gaat mis, dus dat dan komt dat veel harder aan. Ja, hoewel ik dus daar ook nog wel iets... Daar had Sabine Klaver, die ik dus voor mijn boek heb geïnterviewd, die had daar iets slims over gezegd. Die zei, ja, maar ook als dat gebeurt, dat het wel fout gaat, leer je wel hoe je daarmee omgaat. En dat het dus niet het einde van de wereld is. Dus stel je voor, in het allerergste geval, in dit voorbeeld moet je het wel overleven. In het allerergste geval maak je een klein ongelukje. Ja, ja. Maar daarna heb je dat ervaren. Mm. Ik bedoel, dat kan ook wel fout gaan, hè? Dat je daarna meer angst krijgt. Maar in principe, als je dus wel je angst aangaat op een beetje niet een hysterische manier, maar gewoon op een soort, hoe noem je dat? Gewoon een stapje per stapje waar we het over hadden. Ja. Stel je voor, er gaat dan nooit iets fout. Kijk, als jij gewoon alles hebt gedaan om veilig te rijden of zo, dan zo en je zelfverzekerdheid te vinden en te doen wat je wel durft, dan zal je daarbinnen waarschijnlijk ook, oh ja, dat heb ik wel goed gehandeld. Ik ben wel stil gaan staan naast de weg. Ik ben wel rustig gebleven. Dus eigenlijk zeg je daarmee van probeer het positief te bekijken. Ook al gaat het niet goed, haal dan het positieve eruit. Ja, of in ieder geval probeer inderdaad, wat we het net over hadden, niet meteen iets te doen wat je eigenlijk niet aan kan. Maar kijk wat je wel aan kan. En daarbinnen kan je ook dus alles oplossen. Want het is dus ook voor mij, ik heb ook best wel vaak gehad dat ik in het begin met daaroverheen, oh. En dan stond ik voor een stoplicht en dan zag ik dat mijn Google Maps zei, je moet hier naar rechts. Maar dan zag ik, oh ja, maar als ik hier naar rechts ga, er stond geen auto voor me, hè? Anders kan je kijken wat die auto voor je doet. Maar ik weet helemaal niet of ik hier echt in kan. Ergens, het ziet er voor mij uit als een weg. Wat is die weg? En dan ging ik gewoon rechtdoor rijden. Oh ja. Want dat snapte ik wel. Ik zag andere auto's en dan dacht ik, ik los het later wel op. Ik rij rechtdoor en ik rij gewoon net zo lang met alle auto's mee hoe iedereen het doet. Totdat ik ergens zie om te parkeren. En dan zoek ik uit hoe het moet. Dus eigenlijk geen haast hebben? Geen haast hebben. Je moet de rijangst niet aanpakken als je haast hebt. Nee. Op die dag. Want dat is, je moet gewoon eigenlijk alle tijd hebben om dus inderdaad even te gaan parkeren voordat je de snelweg op gaat en even te kijken, hoe ziet die snelweg eruit? Ik heb wel één keer gehad dat ik zo'n moment had voor de stoplicht en hij zei, ga hier naar recht. En ik keek en ik dacht, ik snapte er al helemaal niks van. Het was echt een heel ingewikkeld kruispunt. En dacht ook, ja, ik kan ook niemand bellen, want ik kan niks. Oh ja, ik stond ook voor het stoplicht. En toen ben ik wel die weg ingegaan. Toen dacht ik, oh mijn god, dit is helemaal niet een weg waar ik in hoor te gaan. Dus het loopt dood in de street. Maar het was wel, kijk, ik bedoel, als het een super drukke weg was geweest en het was gevaarlijk, wat was ik daar natuurlijk niet ingegaan. Nee. En toen stond ik daar en toen dacht ik ook, ik weet gewoon niet, hoe kom ik hier weer uit? Dat is heel spannend, maar ik dacht ook, zeg maar, zolang je gewoon goed op blijft letten en blijft kijken, zal je echt niet zomaar iets doms gaan doen. Dus toen ben ik omgekeerd, heb ik gewacht. En toen heb ik zeker de stoplicht 3 keer op groen laten gaan voordat ik een beslissing heb gemaakt. Want ik dacht, ja, mijn Google Maps zei, ik moet zo en zo rijden. Maar ja, ik zie niet hoe dat dan kan. En toen heb ik gewoon goed naar de andere auto's gekeken die van de andere kant kwamen om de snelweg daarop te rijden. En toen op een gegeven moment dacht ik, oké, dit kan ik gewoon. Want die andere auto's rijden er ook in, dus ik kan hier ook in rijden. Dus dat duurde allemaal heel lang en het was dan een beetje veel. Maar kijk, uiteindelijk als je gewoon inderdaad niet te snel handelt, of nou wel op het moment dat moet, maar niet zeg maar op de momenten dat je even aan het uitzoeken bent, dan komt het gewoon wel goed. Ja. Dus eigenlijk exposure gewoon doen. Sorry, dit was exposure voor de angst. Ik ben in mijn eentje bij een kruispunt. Nee, maar dat is letterlijk wat je beschrijft. Is toch de exposure die je hebt toegepast om het uiteindelijk weer te kunnen. Dus op zich, ja. Ja, want ik herinner me dus vroeger toen ik nog geen rijbewijs had. En dan zat ik altijd bij een vriendinnetje in de auto. Zij reed gewoon meer op gevoel van wat zij dacht dat mocht. Maar dat was ook gewoon heel vaak dat ze echt hele rare dingen deed. Ja. Maar het was wel altijd veilig. Maar het waren gewoon hele bold moves de hele tijd. En daar probeer ik dan nog wel eens aan te denken. Want het is gewoon, je moet gewoon echt goed inzichtelijk hebben wat is veilig, wat is niet. En dat leer je door ervaring. Ja. Maar dan moet je gewoon de veilige beslissingen maken. En het is echt niet zo alsof alle andere mensen de hele tijd weten wat ze moeten doen. Nee. Die maken ook veel keuzes op basis van dit is veilig en dit is waarschijnlijk wat ik moet doen. Soms kom je gewoon in een nieuwe stad aan. Ja. En dan weet je daar niet. Nee, dat is waar. De autoregels zijn natuurlijk altijd hetzelfde, maar bewijs van. Ja, maar goed, dan kan je natuurlijk wel weer wat. Soms kom je op zo'n rotonde aan met acht banen of zo. Dan ben je ook soms een beetje zo van nou. Ja, heel veel mensen vinden in Rotterdam de Hofplein altijd heel erg moeilijk.
Nou ben ik als Rotterdammer, ken ik hem heel goed, dus dan vind ik het niet zo moeilijk. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik het dan zie, dan denk ik ook, maar bijvoorbeeld Parijs zou ik echt denken. Ja. Ik weet niet of je wel eens bij de Arc de Triomphe daar bent geweest. Daar heb je een rotonde, daar rijdt alles letterlijk door elkaar en ze hebben geen lijnen. Gewoon nul lijnen daar. Dus iedereen rijdt zo. Ja, maar dat betekent dus ook dat iedereen oplet. Dat is waar. Ja, want ja. Dat moet wel. Ja, telling 5. Rijangst komt nooit alleen voor, maar gaat altijd gepaard met onderliggende klachten. Ja, ik weet het niet. Ja, ik vind dat dus ook een lastige. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat er ook mensen zijn die dat niet per se hebben, alleen dat ze gewoon een rijangst hebben. Ja. Ja. Ja, dat denk ik. Ik denk niet altijd. Nee. Maar misschien wel vaak. Misschien wel vaak. Maar ik denk dat het zeker kan helpen als je rijangst hebt te onderzoeken. Wat zit erachter? Ja. Ja. Dat heeft zeker zin. En misschien is het inderdaad gewoon alleen maar rijangst. Zat er bij jou nog iets onder of niet? Nou ja, ik heb sowieso wel dingen. En ik denk dat wat voor mij heel erg heeft geholpen is juist andersom. Is het rijangst overwinnen voelde voor mij ergens ook wel heel overzichtelijk. Niet dat ik niet bang was voor de paniek, maar het is heel duidelijk wat je moet doen daaraan. Of zo. Ja. Wat ik nu gewoon heel vaak heb, is dat ik echt denk... Eerst kon ik me gewoon niet voorstellen. Gewoon echt niet, hè? Gewoon niet dat ik dacht... Ik kon me gewoon niet voorstellen hoe het was om geen rijangst te hebben. Om gewoon te denken, oh, ik ga op een gegeven moment wel durven rijden. Maar wel dat ik denk, dat ik bij elke keer dat ik ga rijden, dat ik denk, ja, dit moet. Nog steeds ook die klachten. Dat dacht ik. Ja, precies, ja. En nu denk ik heel vaak, oh, lekker rijden. Oh, ik kies gewoon heel vaak nu dat ik ga rijden, terwijl ik niet hoef te rijden. Dat klinkt heerlijk. Want ja. Ik heb echt zoiets, want ik zie nog steeds daar waar je denkt van, ja, hoe ga ik ooit rijden dat ik het niet voel. Ja, ik weet ook ergens dat het wel kan, maar als ik jou hoor praten, denk ik, oh ja, dat wil ik ook. Ja, en wat voor mij dat heeft gedaan, is dat ik nu bij heel veel andere dingen, waarbij ik dus echt denk, ja, ik ben nou eenmaal zo, en dit is gewoon hoe mijn hoofd is, en dit is hoe het gaat, en dit is gewoon wie ik ben. Dit voelt echt als waar, maar je weet het gewoon echt niet. Dus het is altijd waard om te overwegen dat je niet gelijk hebt. Ja, want ik kreeg wel in DM ook iemand die zei van... ja, maar ik heb echt... exposure therapie werkt bij mij niet en zo. En toen dacht ik wel van ja, misschien ben je een van de uitzonderingen... waar het inderdaad niet bij werkt. Maar ik denk toch dat diegene... ik weet niet, want diegene heeft niet duidelijk gezegd... van wat ze eraan deed of zo. Maar dat die stappen bijvoorbeeld ook al te groot voor diegene misschien was. Of inderdaad dat onderzoeken. Je moet soms ook echt onderzoeken of het echt niet werkt. Want in eerste instantie denk je na 10 keer rijden... denk je van ik heb nog steeds die spanning... Ja, logisch. Je hebt 10 keer pas gereden. Sommige mensen moeten wel 2 jaar of 3 jaar rijden... voordat ze, nou ja, misschien niet zo extreem... maar ligt aan ook hoe vaak je het natuurlijk doet. Maar die moeten het vaak doen voordat ze... maar echt extreem vaak, voordat ze inderdaad wat minder... Maar wanneer weet je eigenlijk dat je klaar bent voor de volgende stap? Want het lijkt me ook wel lastig om... het verschil tussen vermijden en echt angst te weten van... en nu ben ik eigenlijk... hier. Nou, weet je wat ik denk? Dat jij vertelde net dat jij dat visioen hebt. Of dat voorstelling dat je opgeeft. Dus jij wil vooruit. Mm. Hoe het voor mij heel erg werkte was ook dat ik wilde wel vooruit. Dus ik wilde echt wel meer kunnen dan ik kon. Dus ik maakte die stapjes heel klein. Zo ben ik dan ook wel een klein beetje. Dus dat heeft natuurlijk niet iedereen. Maar ik had wel zo, dit is nu mijn doel. Mijn doel is dat ik hier overheen kom. En ik ga hier alle tijd voor nemen. En durf ik nu dit? Ga ik nu alleen dit doen? Als je stap 1 is, ik ga alleen de auto in zitten. En ik ga weer naar binnen. Ik ga de auto in zitten, de auto starten. De auto weer uitzetten, weer naar binnen. Probeer die stappen ook niet blind te staren op zo. Ik doe nu alleen naar binnen. Ik doe nu alleen in de auto zitten, weer naar binnen. Kijk van, wat zou ik nog meer durven daarna? Mm. Niet dat je meteen dan iets... ergers hoeft te doen. Zo, en vraag ook misschien aan mensen die je kent... van heb jij nog een idee van wat ik zou kunnen doen? En andere ideeën zijn ook... vraag een persoon met jou die auto in te gaan... om even alle knopjes uit te leggen. Dat is iets anders. Maar dat je een soort van uitbreidt... binnen alle versies die je durft of zo. Ja, precies. Ja. En dat je daar misschien wat creatiever moet proberen te worden... van wat durf ik allemaal wel? Alleen, ja, met al deze dingen is het... ik was zo blij dat ik dat eigen auto... dat vertel ik ook helemaal in mijn boek hoe dat komt... maar dat ik mijn eigen auto had bij mijn huis. Want het is gewoon bijna... want jij doet nu bijna alles met een deelauto, toch? Mm-hmm. Als je het nu op doet. Ja. Ja, dat is gewoon toch ook wel echt ingewikkeld... want dan kan je niet even in de deelauto gaan zitten. Ja, dat is dus inderdaad het ding. En dus eigenlijk zeg je nu bijvoorbeeld tegen mij... koop een auto als het kan. Nee, dat zeg ik niet, maar het is gewoon... dat gewoon echt... Ik zeg meer van, knap van je dat je het alsnog nu aan het aangaan bent... omdat je echt een extra barricade hebt doordat je geen auto hebt. En dat is gewoon knapper eigenlijk. En het enige wat ik nog qua creativiteit zou kunnen bedenken is... misschien is er iemand in je buurt
in wiens auto je zeg maar niet per se mag rijden, maar wel zeg maar, ik weet niet. Mag zitten. Iemand met een rammelbak, toch? Nou ja, of zeg maar, is wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, is ik ben mijn vader naar huis gaan rijden. Dus ja. Dan had ik wel, ging ik wel rijden. Of ik ben wel meerdere mensen gaan chauffeuren. Mm. Dus dan had je niet een eigen auto en je hoeft ook niet alleen te rijden, maar je kon er dan wel mee aan de slag. Dus dat is nog het enige andere wat ik kan verzinnen. Ja. Dit probleem, net zoals veel problemen, is gewoon makkelijker aan te pakken als je geld hebt. Ja. En dat is gewoon wel jammer dat inderdaad, weet je, ook die test die je dan één keer per jaar moet doen, die we net hebben bedacht. Mm. Dat is gewoon niet. Sowieso, je rijbewijs halen is gewoon ontzettend privilege qua geld. Rijden is, weet je wel, dat is gewoon lastig. Ik had nog één vraag trouwens. Die kwam in me op net. Hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat je dacht van het punt tot, of weet je dat niet per se? Als ik echt denk van de eerste keer dat ik er echt mee aan de slag ging, mm-hmm. dat ik dus die angst ging overwinnen, dat ik tot het moment dat het gelukt is denk ik iets korter dan een jaar. Okay. Maar die eerste periode van dat ik zo nu en dan wat deed, dat was dan gewoon één keer per maand of één keer per twee maanden dat ik er iets mee deed. Klinkt als wat ik doe. Ja. En toen had ik eenmaal die auto, maar dat was ook zeg maar überhaupt dat ik dat aanging met die auto. Mm-hmm. Dat was eigenlijk ook allemaal wel een overwinning, want dat is allemaal druk die je op jezelf legt dat je die gaat krijgen. Mm-hmm. Toen was eenmaal die auto daar en toen is het echt binnen twee maanden gebeurd. Dus eigenlijk inderdaad, als je er echt helemaal voor gaat en je hebt inderdaad een auto tot je beschikking via iemand of je hebt zelf een auto, dan zou dat sneller kunnen gaan dus. Denk het ook, omdat waar we het eerder over hadden, dat je dan gewoon de auto kent. Ja. En hoe vaak ging je dan in die tijd? Ik moest van mezelf één keer per twee dagen iets doen met de auto. En dat mocht echt van alles zijn. Dat mocht ook zeg maar tanken. Okay. Gaan tanken. Ja. Maar ik had dus expres een periode in mijn leven vrijgenomen daarvoor. En dat is dus ook iets wat moet kunnen. Hè? En waarom had ik daar zoveel tijd voor nodig? Dat jezelf overhalen iets te gaan doen, dat moest voor mij gewoon. Yeah. Ik moest niet kunnen als smoesje kunnen hebben van ik moet nog iets anders. Ik ben helemaal met je eens, want dit heb ik dus ervaren met dat van die bank opstaan. Ik heb toen ook twee maanden vrijgenomen, twee maanden, zoiets. Ja. Ook om inderdaad, ik wilde naar buiten. Ik wilde niet een kluisenaar worden in mijn eigen huis. Dus ik dacht ook van, ik ga hier nu de tijd voor nemen. Want ik zal wel moeten, want anders zie ik mijn leven niet vormen wat ik zou willen dat het gaat zijn. Dus ik denk ook wel, ja, misschien moet ik gewoon in 2023 gewoon twee maanden vrij nemen en gewoon niet doen. Maar angsten aangaan zijn natuurlijk ook gewoon, is gewoon heel vermoeiend. Ja. Het kost ook heel veel energie. Ik denk wel dat ik één maand echt vrij ben geweest en die andere maanden gewoon wel dingen heb gedaan. Maar ik had het gewoon ook niet zo druk, dus het was ook niet heel. Maar dat die eerste periode is echt inderdaad. Maar dus in die latere periode gewoon nog steeds veel blijven rijden. Want op een gegeven moment durfde ik wel. Had ik wel alles gedaan wat ik wilde doen. Maar had ik nog wel angsten terwijl ik het deed. En door die maanden daarna dat ik echt overal de auto gewoon verpakte. Daardoor is het echt weggegaan. Ja. Ik ben wel benieuwd wat het panel vond. Wat er gestemd is. Of dat een beetje overeenkomt met wat wij besproken hebben. Stelling nummer 1 was: rijangst kun je niet overwinnen, wel verminderen. Daar was 29% het mee eens, 59% het oneens en 12% had geen mening. Dus eigenlijk het overgrote deel was daar dus wel mee oneens, dat je het wel kan overwinnen. Mm-hmm. Ja. Nou, misschien hebben mensen het overwonnen. We hebben het ook ervaren misschien, maar ik vind het toch wel bijzonder dat sommige mensen het denken. Maar ik zeg, het ding is, het is ook misschien een lastige stelling, want ik zeg natuurlijk dus ook dat ik het heb overwonnen. Ja, maar ergens zit de angst nog wel een beetje. Ja, ik vind het gewoon een lastige stelling, omdat ik denk, wat is overwinnen? Ja. Wat is het is ook heel demotiverend om dan natuurlijk te denken. Dat het echt helemaal weg moet. Maar ja, misschien moet je ook, dat heb ik bij mezelf altijd gezegd over mijn angst. Tenminste, nee, dat zei ik vroeger niet. Vroeger dacht ik, ik ga er helemaal van afkomen. Ja. Mm. En nu, op het moment dat ik accepteerde dat het nou eenmaal een onderdeel was, kan ik er gewoon mee leren leven. Ja, dat is een veel prettigere gedachte. Dat je het gaat verminderen. Ja. Dan is die stap ook zo gigantisch groot. Mm. Ja, zeker. Stelling 2, mensen met rijangst moeten jaarlijks een rijtest doen via CWR. Dat is 13% het mee eens. Oh ja. Toch nog wel. Oneens 78% en 9% had geen mening. Vind ik heel goed. Ja. Er zit toch iedereen aan onze kant. Ja. Maar ik vind het nog wel bizar, 13%. Vind ik nog wel. Ja, maar dat zijn de mensen die zelf denk ik geen rijangst hebben. Ja, dat zou wel. Of die denken van, wat is er erg aan? Maar juist dat geeft enorm veel zenuwen. Ja, lijkt mij. Stelling 3, het is onveilig om als persoon met rijangst deel te nemen aan het verkeer. Daar was 29% het mee eens. 62 oneens, 9 had geen mening. Gelukkig nog steeds het grootste gedeelte. Toch 30% bijna. Vind ik best wel pittig. Redelijk. Ja. Stelling 4, rijangst kan alleen verminderen door middel van exposure therapie. Deze vond ik wel interessant. Er was 43% mee eens, 36% mee oneens. Dat vind ik nog wel veel. En 21% had geen mening. Dus ook veel mensen die Maar die weten het misschien niet, omdat ze misschien nooit exposure hebben hoeven doen.
Nee, dus het is specifiek gericht op rijangst natuurlijk ook. Ja, ik vind, ja, ik ja, vind vond wel, ik ja. bijzonder. Ja, toch, dat is nog best wel veel. Ja. Zoals, ja, dus ik krijg allemaal ideeën van wat mensen ook nog zouden kunnen doen. Kleine tips. Nou, zeg het maar. Oké, kleine tips. Even een rubriekje kleine tips. Dingen die je zou kunnen doen die niet zijn van ik moet van de ene stad naar de andere stad rijden. Want dit gaat weer ook over de exposure therapie. Er alleen al over lezen, ermee bezig zijn. Hoeft niet per se mijn boek te zijn. Maar zeg maar gewoon, zou wel leuk zijn. Het zou leuk zijn. Nee, maar ook bijvoorbeeld gewoon het internet opgaan. Daar interviews lezen over rijangst. Achterkomen. Maar ook deze podcast luisteren. Maar ja, ook bijvoorbeeld... Gewoon ermee bezig zijn. Ermee bezig zijn was voor mij zo eye-opening. Mm-hmm. Dat ik echt dacht... Oh mijn god, er zijn zoveel meer mensen die er last van hebben. Waardoor je ook veel minder soort van een error krijgt over die angst. Mm-hmm. Dus dat is ook nog iets kleins wat je kan doen. Want niet is van de ene stad naar de andere stad rijden. En of uitzoeken waar komen die angsten vandaan. Er op die manier mee bezig zijn. En een andere tip was dat ik ook nog dacht... jullie kunnen natuurlijk ook op een gegeven moment... als je dan die periode veel gaat rijden... je kunt natuurlijk misschien ook gewoon een auto voor een week huren of zo. Ja, dat kan ook. Zeker. En dan hoef je niet een auto te kopen. Mm. En dan kan je wel lekker... Wat heb ik ook... In die zin aan mijn auto rijbewijs, als ik geen auto heb, wordt het ook wel lastig natuurlijk. Want dan... Ja, maar jullie gaan nu toch met die deelauto. Ja, dat is waar. Maar is duur hoor. Ja. Maar auto hebben is ook best wel duur. Is ook duur. Want dat die verzekering, dat is het duurste en die wordt wel elk jaar goedkoper. Maar als je schadevrij rijdt. Ligt er ook wel aan waar je er woont hoor. Want ik woon in Rotterdam, in Rotterdam-Zuid. En daar was die bijna twee keer zo duur als waar het dorp waar ik vandaan kwam. Ja. Omdat je in Rotterdam-Zuid woont en niet in Abbeiland. Heb je dat al van hier bekeken eigenlijk? Ja, hier is die ook goedkoper. Hmm. Ja. Ja, nog een reden toch? Ja, precies. Stelling 5, rijangst komt nooit alleen voor, maar gaat altijd gepaard met onderliggende krachten. Dat is 49% mee eens, 35% oneens en 16% had geen mening. Dat is toch 50-50 eigenlijk? Nou, niet echt. 49 eens, 35 oneens. Ja, oké, maar die geen mening, die doe ik even... Oh, die doe je bij oneens. Dat is heel leuk. Je bent echt een echte wetenschapper. Ja. Dat kan jij je niet voorstellen natuurlijk. Ja. Redelijk dezelfde mening als dat we zelf hebben gegeven, volgens mij. Ja, het is al helemaal niet eens meer. Nou, daar waren we volgens mij mee oneens dat het niet altijd zo is, maar wel vaak. Oh, wacht. Ja, dat is waar inderdaad. Ja. Nee, dan hebben we niet hetzelfde. Ja, oké. Nou goed, heb jij trouwens nog een tip? Heb ik nog een tip? Misschien een tip voor mensen die nog moeten rijlessen. Ja, ga dus op zoek naar een leuke... Vraag aan je vrienden, familie, wie heeft er leuke rijlessen gehad? En dan zeg je, ik ben een beetje bang voor, dit is waar ik naar op zoek ben. Kijk of je op die manier bij een leuke rijschool terecht kan. En ga ook vervolgens, als je dan die rijlessen hebt, communiceer naar mensen. Hey, dit gebeurt door mijn rijles, is dit normaal? Want ik sprak op een gegeven moment ook iemand die had dus gewoon met haar ouders erover die rijles. En die ouders hadden gezegd, oh, dit is niet normaal, je moet naar een andere rijdocent. Terwijl als je het daar niet over hebt, denk je nou, dit is hoe het is. Want je hebt nog nooit eerder rijlessen gehad. Tweede tip is, als je echt heel bang bent, overweeg dan inderdaad om een automaatrijbewijs te nemen. Je kunt later altijd nog een schakelrijbewijs nemen als het nodig is. Maar zo kom je in ieder geval de eerste periode door. Ja, om ook inderdaad die ervaring op te doen waar we net over hadden. Want het is dus wel echt waar, zodra je rijbewijs hebt, dan leer je rijden. Ja. Want dan leer je inderdaad zelf voor dat rare kruispunt te staan en te denken, oh mijn god, ik weet echt niet wat ik moet doen. En dat moet ik nu oplossen. Dat zijn gewoon, daar word je zelf verzekerder van als mens en als rijder. Dus door het allemaal zelf op te moeten lossen. Soms als je gaat zeggen, ik wil een automaatrijbewijs nemen, gaan allemaal mensen om je heen zeggen, maar dat is super onhandig. Dat is super onhandig om een automaat. Zeg maar, die mensen luister daar niet naar. Als dit de manier is waarop jij een rijbewijs kan krijgen, doe het op jouw manier. Net zoals met die stappen. Mensen kunnen wel zeggen, ja, rij nu van de ene plek naar de andere plek. Maar als dat niet is wat je kan, doe wat je wel kan. Ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste tip. Doe wat je wel kan. En dus eigenlijk de vraag om je heen, waar hebben jullie rijlessen gehad? Mm. Durf te veranderen van rijschool als het niet goed gaat. Vraag het faalangstexamen aan als je dat wil. Weet dat je een time-out... Dit neem ik even... Weet dat je een time-out kan nemen, ook als je geen faalangst hebt. Klopt. Ja. En dus dat automaat, dat is denk ik het. Nou, ik denk dat die kleine opsomming, als ik dat die plaats, dan hebben mensen de hele podcast al geluisterd, toch? Plaats dit gewoon in het begin. Het zijn beste tips, toch, die je kan hebben. Plaats dit naar voren. Ja. Maar je hebt ook speciaal voor angst, toch? Een rijschool. Oh ja, je hebt heel veel rijscholen met anti-rijangst rijscholen. Ja. Klopt. Ik had er dus speciaal één voor autisme. Hielp dat? Nou, dat is wel een lollig verhaal. Ik kon er dus binnenlopen. En ik zei van, ik had het al via mijn werk gedaan. Dus die had het speciaal voor me geregeld. Er was dan iemand die begeleidde autisten. Dus ik kom daar binnenlopen en ik zeg, ik ben autistisch. Toen keek die vrouw dus op en neer. En die zegt van, nee, je gaat gewoon bij die. Oh, oké.
Heel apart. Ja, dat is bizar. Ze hadden een regel van wie er autistisch uitzag. Wie wel autisme had en wie niet. Dus ik dat boekje ziet er helemaal niet autistisch uit. Nee, maar ik vond het, die man was hartstikke prettig. En die werd op een gegeven moment gepromoveerd? Ja, tot autisten-expert, denk ik. Want die had mij ervaren. Maar ja, ik maskeer heel veel. Dus ik laat, als ik iets niet snap, dan zeg ik het vaak niet. Dus ik kwam best wel redelijk zelfverzekerd over, denk ik. En toen had hij op een gegeven moment iemand die niet zoveel maskeert. En die riep gewoon echt van... En ik zag dat hij er helemaal van de kaart van raakte. Ja, dat was wel even hilarisch. Ja, want dat is ook nog wel interessant. Dat was ik ook achter gekomen. Je hebt dus scholen die gespecialiseerd zijn in mensen met rijangst. Ja. Mensen inderdaad met of een autisme. Je hebt, ik denk ook ADD-rijscholen. Ja. Dat was het, geloof ik, wel waar ik achter ben gekomen. En je hebt natuurlijk rijscholen voor mensen met een beperking. Ja. Een fysieke beperking. Dus je hebt allerlei rijscholen. En daar kan je ook gewoon op googlen met de term en misschien de plaatsnaam. En dan kom je achter, moet je soms wat Google-werk voor doen. Ja. Maar dat is er wel. Alleen ik ben blij, ik vind het wel interessant om dit verhaal te horen. Want ik wist er dus wel van. Ik wist alleen niet, helpt het ook echt? Want jij hebt dus inderdaad nu een anti-rijangst-docent die helemaal niet zo anti-rijangst is. Of in ieder geval niet voor jou. Niet voor mij, nee. Nee, past niet bij mij, nee. Nee, en ik moet eerlijk zeggen dat het klinkt ook niet alsof het bij iemand anders... Ja, iemand hier, want wat is dan de special skill die... Ja, dat hij het heel rustig allemaal... Hij is wel rustig. Ja, hij is wel heel rustig, ja. Nou, ja. Maar voor mij werkt het niet. Maar ik zei ook tegen hem aan het einde van de rijden. Dus ik zeg van ja, hoe je het doet bij mij, dat werkt echt niet hoor. Want je gaat alles opnoemen wat ik niet goed doe, terwijl ik kan dat wel. Oh. Ja, hij zegt ja, maar ik wil dat je meer vertrouwen krijgt. En dat snapte ik op zich wel, maar dat werkt voor mij niet zo heel goed. Nee, maar dat, ja, interessant. Ja, want ja. Waar ik ook nog aan moest denken net, dat wat ook heel belangrijk is je omgeving, is dat... Ik heb gewoon echt best wel positieve ouders. En ook wel ouders die echt ondersteunend zijn. Mm. En ik heb dus ook wel veel verhalen gehoord sinds mensen hebben die ook zenuwachtig worden van hun zenuwachtigheid. Ah, ja. En dat is ook nog wel belangrijk, ook met rijles, met al die dingen, iets om naar te kijken van... Zijn de mensen die je betrekt hierin, helpen die jou hierbij? Ja. Of zijn dat mensen die ook een beetje nerveus worden van jouw nervositeit? Want daarom durf je niet met mij meer te rijden. Nee. Word jij nerveus van zijn nervositeit? Ik voel het al als hij de deur uitstapt, omdat hij richting die deelauto gaat, dan voel ik al zijn spanning. Ja. Dus pak ik heel erg op. En dan in die auto hadden we ook een akkefietje. Want hij zei op een gegeven moment van ja, ik ga dat nu niet doen, want dit en dat en dat. Ja, allemaal excuses. Bedenken. Allemaal excuses. En toen zei ik ook van ja, dat zijn nu gewoon excuses, maar helemaal niet de juiste aanpak natuurlijk. Dus we hielpen elkaar niet echt. Nee, daarna ben ik maar met zo'n zager gaan rijden. Want die ja. is relaxter en die... Ja. Ik merkte heel erg dat het hielp dat inderdaad mensen... Die gaven mij dan gewoon hun auto. Hè. Dan zei een vriendinnetje van mij, zei, oh, je mag gewoon in mijn auto. En dan dacht ik echt zo, maar ben je niet bang omdat ik zo angstig ben? Ja, ja, ja. Dat het verkeerd gaat of zo. En dan haar zelfverzekerdheid over hoe het niet verkeerd zou kunnen gaan. Zelfs niet met mij. Dat hielp mij heel erg. Ook omdat ik de gedachte had, ik ben gewoon de enige persoon die dat echt niet kan. Mm-hmm. En mijn ouders die dan ook maar... Mijn vader was inderdaad ook zo aan haar fout gaan of zo. Yeah. Terwijl andere mensen me daar wat zenuwachtiger in maakten. En nu probeer ik dat ook heel erg om te krijgen. Ook wel eens met andere mensen die dat net een rijbewijs hebben en die dat dan spannend vinden. En dan probeer ik ook juist heel erg zeggen, nee, dat kan je gewoon. Ja. Maar moet ik soms wel mijn best voor doen, dat ik dus zelf meer geneigd ben. Maar ja, dat is dus wel interessant om inderdaad te kijken van, wat helpt jou? En ik denk dat het de meeste mensen wel helpt om iemand naast zich te hebben die vol vertrouwen zit. En kan je die mensen ook betrekken bij dit proces? Ja, ja, ben ik helemaal met je eens. Maar ik heb ervan geleerd, hè? Jij hebt ervan geleerd, inderdaad. Ik kan het nu. Ja, precies, ja, ja. Nou, ik denk dat we alles wel erover hebben gezegd. Maar ja. Nu gaan we nog naar het laatste onderdeel van deze podcast. En dat is het mentale gezondheidsspel. Ja, een kaartje trekken. En die denk dat ik begin met jou. En dan mag je een Tietje en dan Tietje aan mij. En dan doe ik weer aan jou. Ja. Een kaartje doen. Zou jij jezelf eerder omschrijven als iemand die per dag leeft of iemand die vaker bezig is met de toekomst? Ja, ik denk toch wel vaker met de toekomst. Ja? En waarom merk je dat? Ja, omdat ik denk, ik zou wat meer per dag moeten leven. Ja, omdat ik dan toch bezig ben met hoe dat daar allemaal dan uit zou zien in de toekomst. En of dat dan allemaal wel oké zou zijn in de toekomst. Dat ik gewoon heel erg mezelf aan het... Maar maak je je dan meer druk om de toekomst of zie je het als iets positiefs? Nee, ik denk wel dat ik me weer druk maak over de toekomst. Okay. Gewoon dat de beslissingen die ik nu maak, die hebben gewoon invloed op mijn toekomst. Ja. Dus ik moet nu goede beslissingen maken. Daar ben ik gewoon wel veel mee bezig. Oké, okay, ja. Ja. Ja, snap ik wel. Je zou wat meer per dag willen leven. Nou ja, terwijl ik ook wel denk, ja, maar dit zorgt er ook wel voor dat mijn leven, dat ik wel dus ook juist, want er zijn wel momenten waar ik wel op een dag dan heel erg van geniet of zo. Mm-hmm. Dat ik dan leuk vind.
En dat komt wel omdat ik dan voorheen bezig ben geweest met de toekomst. Ik vind het ook wel lastig. Ja, ja, het heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Ja. Ja. Jij maar aan Alwin dan? Oh ja, precies. Toch? Ja, 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 ja. Ja. Ga jij makkelijker naar de dokter wanneer je denkt dat er iets niet in orde is, fysiek en of mentaal? Nee. Ja, niet makkelijk naar de dokter? Nee, nee. En ik heb eigenlijk altijd last gehad van hypochondrie. Dus je zou zeggen, die zit altijd bij de dokter, maar ik ben zo'n iemand die dat eerder vermijdt dan dat die gaat. Dit is gewoon lekker veel nadenken over. Vooral wat er veel nadenken erover. En ja, precies. En ik heb ook altijd wel het idee, als er echt iets aan de hand is, dan voel ik dat vaak wel en dan ga ik wel. Je bent echt nul keer naar de dokter geweest sinds je bij mij woont. Ja, 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 klopt. Ja, in Rotterdam-Zuid heb ik 6 jaar gewoond. Toen ben ik 1 keer naar de dokter geweest. Voor een liesbreuk. Toen dacht ik wel dat het dat moet dan ook wel. Nou ja, ik voelde er niks van. Oh. Ik had ineens een bobbel en toen dacht van, oh fuck. En dat gaat in mijn hoofd al gelijk naar kanker natuurlijk. Dus dan, toen dacht ik, oh, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Toen zei mijn vader, ga naar de dokter. En toen zei hij, ah, ik zie het als een liesbreuk. En toen werd ik helemaal wit, heet en zo. Want ik wist niet wat het was. Ik denk, oh shit, er gaat iets gebeuren of zo. Hij zei, ah, er is niks aan de hand hoor. Want gaan we naar het ziekenhuis. Toen dacht ik, oh shit, ik ga naar het ziekenhuis. En daar kwamen we erachter. Toen zei ze, heb je er last van? Ik zei, nou ja, nee, ik voel het eigenlijk niet. Toen zei ze, nou, dan gaan we er ook nog niks aan doen. Want vaak als we het opereren, dan doet het meer pijn de operatie daarna dan dat we er niks mee doen. En uiteindelijk zal ik ooit eens geopereerd eraan moeten worden. Maar wanneer, dat is pas als ik echt last ervan krijg. En voor mentale gezondheid, ja, trek ik iets eerder aan de bel misschien. Oh, wat knap. Ja, dat wel. Oh, dat heb ik. Ja, ik heb dat echt moeten leren. Ja? Terwijl dat is eigenlijk ook echt waar een huisarts voor is. Ja. Ook zeker, niet alleen maar ook voor is. Ja, klopt. Ja. Wilde ik de kijkers thuis even meegeven. Oké. Okay. De laatste. Waar kan je echt kwaad om worden en waarom? Van mij, ja, die heb ik echt de vorige podcast ook al gehad. Ja, klopt, ja. Onrecht. Ik had dat net geluisterd in de auto. Onrecht. Toen kwam ik aan. Oké, okay, leuk, zo'n hele tekst. Heb je wel eens therapie gevolgd en volg je op dit moment therapie? Zo ja, heeft het je tot nu toe geholpen? Ja, zeker. Ja, ik ben echt geboren in een therapie. In een therapie. In een therapie-sessie. Nee, voor het eerst toen ik 15 was en dat heeft volgens mij echt geduurd tot ik 19 was. Gewoon verschillende soorten therapieën, uiteindelijk veel praktische. Dat was altijd wel heel prettig. Dus heeft mij gewoon geholpen. En eerlijk gezegd, de laatste tijd dacht ik, nou, het zal wel eens fijn zijn om weer eens met iemand te praten. Oh, echt? Ja. Oh, nee. Maar dat is dan denk ik van, ja, dan moet ik er weer allemaal stappen ondernemen. Is het wel zo erg? Naar die huisarts gaan. Ja. Aan de bel trekken bij die huisarts. En dan is het zo'n praktijkondersteuner, heet dat toch? Ja. Moet je dan eerst naartoe. En zeker als ik die klik weer niet heb, krijg je dat weer. Dus soms. Dus je houdt jezelf tegen om het te doen. Soms denk je wel eens, maar er zijn genoeg dingen die ik dan wel eens wil bespreken of zo. Met iemand die me niet kent. Dat geeft toch altijd andere inzichten. Klopt, zeker. Kan je even je verhaal doen zonder dat er gelijk een oordeel of zo bij komt? Nou, dat was het. Nou, dat was het. Ja, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Voor al je tips. Ik vond het heel leuk om er nog even over te praten. Ja, en mocht je nou meer willen weten en het boekje willen lezen. Hij is te koop? Ja, hij is te koop. Overal. En hoe ik van mijn rijangst afkwam. Lekker dun. Ideaal voor mensen met dyslexie. Ik wilde net zeggen, hij is 136 pagina's. Ik vertel gewoon niet meer dan nodig. Nee, klopt. Nee. Want ja, nou dat. Nou, precies. Nou. Soms zijn van die boeken zo dik en dan moet je er helemaal beginnen. Ja. Maar dit geeft het dat gewoon. Heb jij wel, hè? Ja, maar jij moest dan alles om van een levensportret maken. Precies. Wees een heel klein dingetje. Dit is echt een deel van wie jij bent. Ja. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Doeg. Doeg.